Ronnie Mossuze naast Kathleen Aerts. En Brahim, ben jij een van de drie coaches voor de begeleiding van de kandidaten van Junior Eurosong? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Oh, dat weet ik eigenlijk niet, hoe ze bij mij terecht zijn gekomen. Ik heb zeker niet gesolliciteerd of zo. Maar ik heb in het verleden wel al eens voor Eurosong for Kids, heette dat toen nog, gewerkt. En ik heb ook al in mijn leven wat met kinderen gewerkt, als het gaat over musicals of zo. Dus misschien was dat voor hun de reden om mij te contacteren. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Er zijn 1000-tal inzendingen geweest voor Junior Eurosong. Dan sta je daar als coach en je moet daar wellicht een aantal kandidaten uitkiezen. Op basis van welke criteria doe je zoiets? Ik denk dat wij ieder aparte criteria hanteren. Voor mij was het heel belangrijk dat ze goed konden zingen. Dat is mijn stokpaardje. Ik vind dat, ja, iedereen mag zingen en iedereen zingt graag. Maar als je voor een publiek zingt, is het dikwijls wel belangrijk dat je op zijn minst toonvast bent. En als je dat niet bent, dat het dan wel overkomt wat je doet. Dus die combinatie, daar ben ik altijd naar op zoek. Maar ik ben ervan overtuigd dat Kathleen bijvoorbeeld zoekt naar een soort van uitstraling, naar plezier. Dat kan ook. Maar voor mij was het dat. En het was wel even puzzelen. We zijn dan afgezwakt tot 30 kandidaten. En dan hebben we nog strenge selecties echt wel doorgevoerd. Om dan te komen, ik dan in mijn geval, tot mijn drie superkandidaatjes. Maar het is wel een zwoegen en zweten geweest om ze te vinden. Overleggen de coaches onderling dan ook? Want we weten allemaal, Junior Eurosong is een tv-format en er moet van alles wat in zitten, uiteraard. Nee, het is eigenlijk maar één overleg geweest. Helemaal in het begin, als we de groep van 30 hadden, dan hebben we gezegd, oké, nu moeten we als coaches en als muziekproducers, we hebben dat samen gedaan, moeten we kiezen wie gaat voor wat. En ik heb dat duidelijk gezegd, ik ga voor zangers. Brahim heeft ook duidelijk gezegd, ik wil dingen proberen, duo's, iets nieuw. En Kathleen, ja, dat was overduidelijk, die houdt natuurlijk van het genre en die wil kinderen zien zingen en springen. Dat heeft natuurlijk haar verleden mee, maar... Dus dat was duidelijk. Dus we hebben gezegd, die ene vergadering, daar gaan we voor, daar kiezen we voor. En dat was eigenlijk ongeveer de enige keer dat we tot hiertoe overlegd hebben. Voor de rest, het is vandaag de eerste keer trouwens dat we elkaars act zien. Dus ik kende de andere liedjes nog niet, zij die van mij ook niet. Dus het is de eerste keer dat we... Dus we houden het toch wel een soort van spannend, ook voor de kandidaten. Want ik denk dat het niet leuk zou zijn voor hun als wij achter hun rug met elkaar zitten te konkelfoezen. Ik ga voor mijn kandidaat, ik steun ze voluit. Natuurlijk zie ik alle kandidaten even graag. Maar het is belangrijk, denk ik, voor mijn kandidaten dat ze weten dat ik er voor hen ben. Als een kandidaat uit jouw kamp zou winnen, betekent dat dan ook dat jullie het volledige parcours meedoen in Amsterdam? Wij als coaches? Ja. Dat is op zich niet de bedoeling eigenlijk. De bedoeling is echt om dat traject hier, om ze voor het Vlaams publiek, zal ik maar zeggen, klaar te stomen. Dat is eigenlijk ons ding. Normaal gesproken, als hier een winnaar uitkomt, ja, dan kan die het wel. Of zij, of het groepje. Dan houden wij ons anders ervan af. Dan is het boven, out of our league. Ja. Wat de liedjeskeuze betreft, hebben jullie zelf ook inspraak gehad in het kiezen van de liedjes of zelfs van de componisten? Nee, wij niet. De kandidaten wel. Dus het is allemaal op die ene dag gebeurd. De muziekproducers zijn erbij gehaald, die werden voorgesteld aan de kinderen. En dan heeft de muziekproducer met alle kandidaten, we wisten toen nog niet of er groepjes zouden gevormd worden, maar heeft met iedereen een gesprek gehad, alle muziekproducers met iedereen, dat waren lange dagen, zodanig dat die componisten wisten, of die producers, van dat willen de kandidaten, dat zouden ze graag doen. Heeft hij ook direct gezegd wat haalbaar is en wat niet, want soms waren er ideeën bij dat je niet kon uitvoeren. Maar als coaches zelf hebben wij nooit iets, nee, dat eigenlijk niet. We hebben gewoon gezegd, oh ja, vind ik een goed idee of geen goed idee, maar voor de rest, nee, ja, dat is ook niet aan ons. Tot slot, naast junior coach ben je natuurlijk een voortreffelijke zanger. Betekent dat ook dat er stilletjes aan ander werk van jou opkomst is, nieuw werk of zo? Ja, dat is een rare link, want nu linkt je mij en werk je met Junior Eurosong. Ik ben constant aan het schrijven, laat ik het zo stellen. Maar ik moet ook wel toegeven, in deze tijden van versnippering van zowel de media als van het muzieklandschap, vind ik het moeilijk om nog wel gemikt iets te doen. Je mag al geen videoclip meer maken, je moet een YouTube-clip maken. Allee, ik ben met een tijd mee. Hè. Een single op de radio, dat heeft ook niet meer dezelfde betekenis als 10 of 12 jaar geleden. Dus ik vind dat eigenlijk heel moeilijk, maar ik ben wel met nieuw materiaal bezig. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.